Hallo allemaal, Tim van Champion Helmets hier en welkom op ons kanaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het vizier vervangt van de Shoei GT-R2. Het eerste wat je gaat doen, is je gaat het vizier openzetten. Dan heb je hier bij het viziermechanisme een hendeltje zitten. Die trek je naar beneden en dan kun je het vizier lostrekken. Doe je dat ook aan de andere kant, dus hendeltje naar beneden. En je trekt het vizier los. Dan heb je hier het vizier, die gaan we dan ook weer terugzetten. Je lijnt het vizier op met het viziermechanisme. En je zorgt ervoor. Je kan ook als je wil even het hendeltje nog een stukje naar beneden doen. Als je goed zit, kun je hem erin drukken. Dus oplijnen vizier en viziermechanisme. Klein beetje aan het hendeltje als je wil. En je kan hem erin drukken. Het enige wat je dan nog moet doen is om het te controleren is het vizier naar beneden duwen. Dit is het einde van de video en ik heb jullie laten zien hoe je het vizier van de Shui GT R2 moet vervangen. Vergeet niet om de video te liken en te subscriben op ons YouTube-kanaal voor meer informatieve video's. Mijn naam is Simon van Champion Helmets. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.